Dit programma wordt u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en Luxor Theater Rotterdam. Bijzonder, goedenavond. Het is zaterdagavond 30 oktober en wat wordt dat koud hè buiten. Ja hè, mensen, oh, we ruiken de sneeuwwagens alweer. Maar u bent nog steeds bij het warme, vertrouwde Nieuwe Luxor Theater hier in de Rijnfoyer. En onze hoofdgast van vanavond, en ja, ik ben echt heel erg blij dat ze er is. Tegenwoordig mag je er alleen maar aankondigen met haar voornaam. Onze hoofdgast van vanavond, Wende. And act like a fool, think up a tune that smells like the roses in June. Today I mock my angry words frozen to the bone. I call a friend, nobody wants to be alone. Today I burn my bridges and go start breathing naturally. Take a turn to the right and begin to believe. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. Today I do whatever I choose, run around naked and act like a fool, think up a tune that smells like the roses in June. Today I burn my bridges and go start breathing naturally. Take a turn to the right and begin to believe. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. I'll burn my bridges and go. Choose, run around naked and act like a fool, think up a tune that smells like the roses in June. Today I burn my bridges and go start breathing naturally. Take a turn to the right and begin to believe. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. Cause I sure as hell love you. Ga lekker zitten, neem een glaasje water. En dan moet je me straks vertellen wat er in hemelsnaam met al die mooie Franse liedjes is gebeurd. Want misschien dachten mensen, ze gaat weer wat van Edith Piaf zingen, maar het zit heel anders. Daar gaan we straks verder over praten. Want u heeft het misschien al gezien. Dit is, heb ik mij laten vertellen, keramiek. Ja, ik ga iedere week een beetje vooruit op het kunstgebied. En dit zijn tulpen. Dit is een tulpenvaas. En hij is gemaakt door Yolanda. APPLAUS.
Ja, een tulpenvaas. En jij bent nog niet zo heel erg lang bezig met keramiek, hè? Nee, dat klopt. Ik denk dat nu een jaar of 4, 5, zoiets. En dan heb ik de eerste 3 jaar eigenlijk alleen maar asbakjes gemaakt. Waarom heb je zeg maar voor keramiek gekozen? Ik heb een expositie bijgewoond van een aantal vriendinnen en vrienden. En daar stond zulk mooi spul gewoon. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook kunnen. En is het nou iets, want ik weet, je koopt een broodje klei, maar kan je er ook een... Nee, zo heet dat, een broodje toch? Ja, nee, ja, kom zeg. Maar kan jij je de brood mee verdienen? Ik wil er een leuk bruggetje maken. Nee, ik moet er gewoon bij werken. Helaas. Het is een hobby. Het is een hobby, maar ik hoop dat het in de toekomst wel misschien wel een deel van mijn werk gaat worden. We gaan het horen, want hier is de expert. Heeft een hele mooie galerie in het pittoreske wijkje Kralingen. Hester van der Haak. Nog naast me, kom maar hier. Ja, ze hebben elkaar in de griem al gezien, maar geeft dat maar niet. Nee. Hester, want jij hebt een goudsmidopleiding in Schoonhoven gevolgd, maar je doet ook iets met keramiek. Ja. Ik vond goudsmidden eigenlijk te klein en te weinig kleur. En te duur. Ook dat. En ik kan overvallen worden. En je krijgt alleen maar hele chique klanten. Dus ik wil heel graag keramieken. En ik ben helemaal verzot van proefjes maken en van glazuren maken. En daar ligt dus gewoon mijn hart. Als je daarnaar kijkt met jouw oog. Ik vind het sowieso waanzinnig dat ze hier durfden staan. Ik bedoel, het is gewoon heel veel werk. Het is heel moeilijk. En ik vind hem wel spannend als tafeldecorstuk. En ik vraag me af wat je gaat doen als je verder gaat ontdekken met hoe ver kan je pronken? Ja, geen idee, dat is de toekomst wat leren, toch? Maar moet ze, want je volgt nu een opleiding in Gouda, speciaal voor keramiek. Wat leer je daar dan nou nog extra, zeg maar? Kan het nog mooier worden dan dit? Nou ja, ze kan natuurlijk heel erg met het glazuur aan de slag. Ze zou kunnen kijken, wat voor tulpen ga ik erin zetten? Ga ik er misschien niet margerieten in zetten? En wat kan ik met kleur? Alhoewel je me vertelde dat je eigenlijk met kleur volgens mij minder doet. Nee, het is ook meer omdat ik dat eigenlijk nog niet zo heel veel kennis heb. En op de SB leer je dat nu natuurlijk wel. Dan gaan we dit jaar vanaf volgende week dieper op in, zeg maar. Maar Hester, zou Jolanda een keer bij jou gewoon eens even een kijkje in de keuken mogen nemen hoe een echte expert het allemaal doet? Tuurlijk. Nou, wat spontaan zeg. Wat leuk. Ja. Nee. Gaan jullie met elkaar een afspraak maken. En het werk van Jolanda kunt u zien bij ons op de website. Nogmaals een applaus. Heel dapper. Hartstikke mooi. We gaan heel voorzichtig. Gaan we hiermee om. Ja. Ik voel me een soort Nelleke van de Krocht, weet je wel. Ach, dat is het enige. Oh, het is tijd voor Serge van Marion. Leuke uitjes met het uitbureau. En dat die dan omvalt. Ja, zeg. Hallo. Hi. Serge. Ah, net. Nee, jij hebt het geleerd. Ken je het werk van Mende? Ja, de cd's die staan bij mij in mijn playlist. Zondagmorgen, dan gaat er graag Wende doorheen. ik vind het heerlijke muziek. En ik vind vooral de nieuwe cd, de meest recente. Ja, ja, ik vond het de nieuwe Wende. Ik vond hem echt een verademing, echt waar. Daar gaan we straks horen, ja. Want dan wil ik allemaal weten wat er zeg maar gebeurd is met die Franse liedjes. Maar wat is er nog meer muzikaal zeg maar, de komende week weer in de stad? Een hele andere orde, Rigoletto. Een opera. Ja, oh, ik zie je al moeilijk kijken. Het wordt iedere week minder. Ik ga steeds, we zijn aan het lunchconcert geweest, is echt heel erg leuk. Ik moest wel de lunch betalen, maar maakt niet uit. Nee, maar ik doe steeds meer kennis op. Maar nee, opera? Het gaat ook heel goed. Opera, ja, je moet het ook eigenlijk een beetje zien als een klassieke soap. En intriges zijn het, liefdesverhoudingen. Rigoletto is de hofnar. En zijn dochter wordt geschaakt door een wellustige hertog. En nou ja, daar komt een heel verhaal uit los. En een van de bekendste nummers daarvan is La Donna e Mobile. Waar Pavarotti ook heel bekend mee is geworden. En wat heel prettig is, is de boventiteling in het Nederlands. Want het Italiaans is natuurlijk niet voor iedereen te begrijpen. Het is een soort karaoke-opera. Bijna wel. Ik daag je uit. Zing mee. Uit We gaan er weer op stap. Wanneer te zien? 4 november. Hartstikke leuk. Rotterdamse Schouwburg. Rotterdamse Schouwburg. En dan? Nog meer. Nou, mocht dat nou echt heel erg lastig zijn, die opera op 4 november, dan kun je ook naar Theater Walhalla, ja. Waar De Staat van Verwarring is. En De Staat van Verwarring was een tv-show van de VPRO.
En dat werd 4 keer in de week uitgezonden. Ja, nachtbrakers die kennen het van tussen het, het zappen, tussen allerlei andere filmpjes die je tegenkwam. Zat ook de staat van verwarring, een beetje absurde talkshow was het. Ze noemen het zelf een anti-talkshow. En die wordt nu in Rotterdam 1 keer in de 2 maanden wordt die live gedaan. In Theater Walhalla. Dan de laatste, met kaartjes. Met kaartjes. Ja, onze Rotterdamse trots mag ik toch wel zeggen. Sabrina Starke. Ja. Ook een prachtige. Nou, ik heb zo'n playlist dus voor de zondagochtend. En daar zit Wende dus in. En daar zit Sabrina Starke in. En daar zit Giovanka in. Je moet werk en privé altijd een beetje gescheiden houden. Ja, maar ik vind dat toch heel prettig hoor. Het is hele fijne muziek. En Sabrina Starke, die kennen we natuurlijk allemaal. Die is... Do for love. Ja, nou, een heel klein begonnen en uitgegroeid tot een ster van Nederlands wereldformaat. Bij Blue Note nu? Bij Blue Note, waar ook Treintje Oosterhuis zit. Nina Simone die stond daar ook onder contract. Ja. Ja, echt een wereldlabel natuurlijk. En prachtige muziek. En daar hebben we 2 vrijkaarten voor. Ze staat voor 2 personen. Dus 2 dubbele kaarten. Toch, 2 dubbele kaarten. Op 5 november in Theater Zuidplein. En je kan erheen als je mailt naar devonstage@rijnmond.nl. En meer tips van Serge natuurlijk via de website van het Rotterdams Uitbureau. Serge, tot volgende week. Tot volgende week. En nog een liedje zingen? Ja. Ik zat dan naar Erik. Zat je al een beetje kijken. Te kijken? Nou, ga naar Erik toe. Hey. Are you okay? Do you feel safe? Is there something we forgot to say? And does it matter anyway? All I know is that I really would have loved to tell you about the things I did today. Where did you go? It's just a silly question, but still, I'd like to know. Guess I will never understand or see it through. All I know is that I really would have liked to spend this lonely day with you. I would have told you about the man I met, who lived 100 years or so, who lived in the valley of the mountains and could make diamonds out of snow. I would have told you about this girl who never spoke a single word, but who had won 1,000 battles she fought in the name of the Lord. I would have walked on my hands and tried for you to do the same. I would have tried to get to know the man behind the name. Hey, are you okay? So sorry about the things we'll never get to say, but hey, we never talked much anyway. All I know is that I love being around you and how much I have been missing you today. Wat is er nou met Edith Piaf gebeurd? Ja, nou ja, ze zit nog wel in me hoor. Ze heeft een tuintje en een hart. Nee. Nee. Nee, ik heb het ontzettend tof gevonden om de monumentale nummers te zingen. Ja. Van Brel en Frey en Piaf en ook Dirk Witte. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik moet ook zelf mijn eigen woorden vinden. En dat was een ontzettende uitdaging en heel spannend.
En, maar ook heel bevredigend. Ja. Is het een makkelijk besluit geweest om dat te doen? Nou, het was eigenlijk een beetje met terugwerkende kracht werd het steeds enger. Ja. Dus je begint eraan en je denkt, ja, dat gaan we doen. En langzamerhand denk je, oh, ik ga dit dus echt doen. En het maken was helemaal te gek. En alleen op een gegeven moment dan kom je er dus heel erg achter hoe erg je gehecht bent aan het succes wat je hebt gehad. Terwijl je heel stoer doet, nou, het maakt niet uit, ik doe het voor de lol. En ineens kom je erachter dat je er allerlei dingen aan je, nou ja, zekerheden daaraan heb vastgeklonken en dan wordt het dus eng, terwijl het helemaal niet eng is. Je bent gewoon aan het doen wat je mooi vindt. Maar is het ook niet wat je dat zeg maar lekker vertrouwt, lekker achteroverhangend? Het is een gebied wat je nou, wat nee, je goed want kent. Ik heb, nou, nee, want ik ken het helemaal niet goed. Je kan niet. Nee, dat Franse, zeg maar dat monumentale wat je net zei. Nee, dat maar daar heb ik het over. Okay. Nee, want ik bedoel, dat doe ik 5 jaar. Dat kan je niet gewoon gezien het repertoire zelf en hoe je dat moet doen, dan kan je na 5 jaar niet zeggen, nou, dat kan ik wel. En het is wel een beetje, dat is heel moeilijk. En ik heb nooit achterover geleund, maar ik had er gewoon de behoefte om meer zelf te creëren en om nog naakter te zijn daarin. In zingen en maken. Ja, het zijn je eigen teksten. Ja. Het komt helemaal vanuit jezelf. Ja, en dingen als La Vie en Rose of Ne me quitte pas of Avec le temps, dat zijn, of Mens durft te leven, dat zijn allemaal nummers die zich al bewezen hebben. Mm-hmm. En dan is het aan mij om daar iets mee te doen. En dan kan dat interessant zijn, maar een nummer wat nog helemaal niets is en dan toch wat is wat communiceerbaar is, dat is dan nog spannender. En ben je dan ook bezig dat je denkt van, oh, wat zal mijn publiek hiervan denken? Want die moet je wel meenemen. Nou, eigenlijk wat er wel handig aan was, is toen ik het aan het maken was, heb ik me 9 maanden zo'n beetje opgesloten en vrijwel niet opgetreden. Nou, is ook een beetje gelogen hoor, maar het klinkt mooi. En 9 maanden is ook ja, lekker, negen hè, maanden, is een cyclus. Nee, maar in ieder geval, maar die nummers die liet ik aan niemand horen. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig van wat vind ik ervan en wat vind ik ervan. Pas, ik weet nog wel, toen moest ik ergens optreden en toen moest ik me daarvoor voorbereiden. En toen had ik bedacht dat ik dus de liedjes van Number 9 ging doen. Toen dacht ik in één keer, oh ja, dit zijn ook nummers die je ook daadwerkelijk voor iemand moet zingen. Dus toen ging ik pas over het publiek nadenken. Ja, en dat is eigenlijk heel fijn dat ik niet belemmerd werd. Nee. En de reacties zijn positief, ja. Nou, meer dan dat zelfs, goede recensies. Je gaat nu de grote zalen in, 2 dagen hier, 23 en 24 november, voor 1600 man. Ja, als ze maar allemaal komen natuurlijk, het kunnen er ook 3 zijn. Nee, maar heb jij daar ooit last van dat een beangstigend idee is, 1600 man? Nee, een beangstigend idee als het maar goed genoeg is. Voor die 1600 man? Nou ja, nee, maar dan als ik denk dat het goed genoeg is, dan denk ik, nou, laat er maar 2 miljard komen. Snap je wat ik bedoel? Of snap je het niet? Nee, ik snap het niet. Jawel toch, als je ergens in gelooft, dan wil je toch dat een heleboel mensen dat zien. Ja, maar dan nog, dan denk ik in die eerste stap, als je voor 1600 man, ja, jij staat natuurlijk daar en bedoel, ik nee, heb nee, er 100. Nee. Nee, maar het idee, weet je wel, 1600 man gaan naar jouw liedjes luisteren, datgene wat jij blootgeeft van jezelf. Ja. Dat lijkt me zo ontzettend confronterend. Nou ja, maar ik wil nu niet als een soort Miss Universe klinken, maar ik bedoel, of het er nou 2 of 3 mensen, nou ja, 2 of 3 zijn of 1600, dat, ik bedoel, kijk, ja, het is een beetje een rare vergelijking, maar is het erger als er 1600 mensen doodgaan of 3 mensen doodgaan? Ja, maar ik vind doodjes negatief, wat jij maakt is positief. Nee, maar even het gegeven, misschien kun je de parallel leggen. Het maakt niet uit of het er 3 zijn of 1600. Het is allebei of even erg of even eng en leuk. Mm-hmm. Dus ik trek het meer naar mezelf toe als het goed genoeg is. Dan mogen 2 dan miljard mensen. Dan mogen er 2 miljard. Nee, oké. Okay, graag 2 miljard, weet je. Graag, ja. Of 1600. Alleen maar je voornaam. Ik zal hem even laten zien. Ja, nou dat is ook wel, het gaat niet, want het is niet, ik ben niet de enige die dit maakt. Ik kom met een band en met 5 strijkers en een fagot en een hobo. En een regisseur heeft het in elkaar gezet en er is een lichttechnicus bij en een geluidstechnicus bij. En heeft iemand kostuums gemaakt en eigenlijk de verzamelnaam is Wende. Is Wende. Wat wordt het voor avond? 2 avonden? Ja, nou dat is wel spannend worden, in ieder geval op basis van de liedjes van Number 9. En toen in die 9 maanden dat ik opgesloten was en niemand sprak en nou ja, toen zijn er 26 liedjes gemaakt. Toen moesten 13 liedjes gekozen worden. Maar die andere 13 liedjes die komen er ook in.
Dus dat is de basis. En het wordt een avond, het wordt een soort mozaïek van, nou ja, van strijkers dus. En er komt ook elektronica en een band. En er wordt allemaal beeld gemaakt en kostuums. En het is eigenlijk gewoon hysterisch. Maar het komt ook, het is een heel hysterisch. Mag ik nog? Of moet, is het tijd? Nee, ga. Nee, maar het is... Jij moet 2 keer 1600 man verdienen. Ja. Dus neem je tijd. Nou, omdat het een heel tof jaar is geweest. In oktober kwam die plaat uit. En in november hebben we toen een clubtour gedaan in de clubs. Weet je, in 013, Paard van Troje, ook in de Wad. En toen... Bestond toen nog. En er was toen met een band. En toen was in januari heb ik met Amsterdam Sinfonietta, dat is een strijkersensemble van 23 klassiek geschoolde strijkers, hebben we die voorstellen, of hebben die liedjes gedaan. Dus in de concertzalen, dus in de Doelen en het concertgebouw. En toen in april, mei, heb ik het alleen gedaan. Dus mezelf, die liedjes met piano en gitaar. En nu net met de festivals, ook met een band en ook met elektronica eronder. Dus, en nu, de bedoeling dus, is Wacht. Om alles... Ja, hou vast. Stel ik de vraag opnieuw en dan knippen we alles ertussenuit. Ja. Wat wordt het voor avond hier? Nou, dan ga ik opnieuw weer alles vertellen. Want anders begrijpt niemand het. Maar je komt niet alleen. Nee, maar het gaat erom dat al die dingen bij elkaar komen. Daarom kan ik niet in één zin zeggen wat het wordt. Het worden de liedjes van Number 9 in een totaal hysterisch circus. En wat wil jij... Dat hebben we. Ja. Nee, en met wat voor idee wil je dat de mensen de zaal verlaten als ze Wende hebben gezien? Totaal betoverd. Oh! Oh. Ik heb nog een vraag. Oh, ja? Nou, omdat ik ook wil dat er een koor komt. Ja. Maar dat koor, dat is, moet elke keer het plaatselijke koor zijn. Of een uit Rotterdam? Plaatselijk, nou ja, in Rotterdam wel. Dus als er nog een goed koor is... Dan... Zal ik dat koor voor je regelen? Ja. Dan regel ik dat koor en dan kom ik kijken. 23 november, dan ben ik een van die 1600 mensen. Ja. En dan hoop ik dat je me betovert. Dank je wel. Dat Wende. Hoop ik ook. De boodschap is overgekomen. Blijf zitten. Je bent volgens mij ooit 24 uur lang met een Rotterdammer opgesloten. Ja. Dit is maar 20 minuutjes met Dave on Stage. En wij doen altijd een gezellige een meezinger aan het einde. Ben je van de Polonaise en de handjes in de lucht? Nee. Echt niet? Nee. Nou, is heel simpel. Gaan we luisteren naar Jan Lelieveld. Dat is een tijd geleden, ik heb er al die jaren vaak aan je gedacht. Ze kijkt me aan met donkerblauwe ogen, ik ben volledig van haar stuk gebracht. Ik denk hallo, waar kan ik haar van kennen? Heb ik er ooit eens in een mannenblad zien staan? Deed zij niet zo, of iets met die kalender? En dan vertelt ze me haar voor en achterna. Vroeger zat ze bij me in de klas, niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze pukkels en een moeilijk lijf, maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon een lekker wijf. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik haar was geweest. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Kom er even bij, want wij kennen jou wat langer dan vandaag en je platen draaien ook bij Radio Rijnmond. Maar hoe ben jij zeg maar in die muziekindustrie terechtgekomen? Industrie noemen we dat helemaal. Maar ik moet zeggen, ik was 16, toen speelde ik al in een band. Toen heb ik 18 jaar in een band gespeeld, een regioband, helemaal niet bekend. In de parochiehuizen, de dorpshuizen en gezellig allemaal. Maar wel heel veel optredens. En ik ben altijd blijven zingen, muziek blijven spelen. Maar ik heb er nu wel meer tijd voor. Dus ja, het is genieten. Lekker veel met muziek bezig. En volgens mij helemaal naar de smaak van het publiek. Nogmaals een applaus voor Jan Lelieveld. Dankjewel. Wende, 23, 24 november, Nieuwe Luxor. Ik zit ineens te denken, ik heb ooit een bonte kerstavond gedaan met een dameskoor en met alleen maar politieagenten. Is dat
Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Ja, is dat leuk? Tot volgende week. Sorry. Gezellig, toch? Oh, dat is gezellig, ja. Even nog gezellig. Jij gaat zingen. Oh ja, dat is wel een ding. Ga jij dan piano spelen? Als Erik gaat zingen, wel. En kom jij dan brons schieten? Oh, leuk. Ja, allemaal gezellig in een gezellig familieprogramma bij TV Rijnmond. Het heet Devon Stage. Zaterdag, 5:00. Dit programma werd u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en het Luxor Theater Rotterdam.